Glenn Sankatsing, voormalig docent aan de Anton de Kom Universiteit, heeft dinsdagavond in de aula van het IGSR-gebouw zijn boek Quest to Rescue Our Future gepresenteerd. Het boek handelt over de mensheid die sinds haar bestaan op aarde dusdanig heeft geknoeid dat de planeet nu ernstige waarschuwingen uitzendt. Voorzitter van het universiteitsbestuur Jack Menke noemde het moment van de presentatie een heugelijke in de historie van de universiteit. Menke noemde het boekwerk een breder en ander concept van de evolutie van de mensheid. Toen ik dit boek in handen kreeg, zag ik direct dat the quest to rescue our future niet alleen het eurocentrisch denken en racisme over de mensheid doorbreekt, zoals we dat terugvinden bij grote Europese denkers, waarmee ik tijdens de studie werd geconfronteerd. En dan denk ik aan Hegel, met zijn bekende boek Phenomenologie des Geistes. Ik denk aan Engelse filosofen als Locke, Hume. En ik denk ook aan Kant, Kritiek der reinen Vernunft. Deze en ook andere Europese filosofen ontwierpen, als je het nu bekijkt, een smalle intellectuele basis voor witte suprematie en zwarte, rode en gele inferioriteit, waarbij wit synoniem was voor menselijkheid. Quest to Rescue of Future daarentegen maakt een zoektocht, een quest, die kleurenblind is, etnisch blind, genderblind, natieblind. Schrijver Sankatsing was blij dat vooral jongeren zijn presentatie over de mensheid die diep in de problemen is geraakt, hebben bijgewoond. Te meer omdat deze jongeren degenen zullen zijn die de toekomst gaan bevolken, zegt hij. De meest intelligente wezens die de evolutie op aarde heeft voortgebracht, zijn verworden tot de meest onverantwoordelijke en schadelijke soort van onze planeet. De Latijns-Amerikaanse bevrijdingsfilosoof Enrique Dussel heeft dit pakkend verwoord. Wij bevinden ons op een historisch moment waarop het leven in doodsgevaar is. Quest to Rescue Our Future heeft ons vanavond bijeengebracht om van gedachten te wisselen over een wereld die vandaag geconfronteerd wordt met grote economische, sociale en morele crisis die onze volkeren tot wanhoop drijven. We zien in de wereld, maar ook in de afzonderlijke landen, hoe een oppermachtig economisch, politiek, ideologisch en militair systeem een loopje neemt met moraliteit, rechtvaardigheid en ontwikkeling, het milieu aantast en de levenskansen van de meerderheid van de mensen met de voeten treedt. Dat is dus Glenn Sankatsing, auteur van het boek Quest to Rescue Our Future. De presentatie heeft dinsdag plaatsgehad in de aula van het IGSR-gebouw op de Adekus Campus. Sankatsing besloot zijn presentatie door zijn presentatie aan te geven dat de mensheid als enige kracht in staat is om haar eigen toekomst te redden.